Ik sta hier in de studio van VIPS, naast niemand minder dan Jo de Porter, zeer frequent mediawatcher in het programma VIPS. Het programma is intussen toch al een dikke maand bezig. Tijd dus om te vragen aan Jo hoe het met hem gaat. Dag Jo, hoe gaat het? Ik leef nog. Ik kan me inbeelden dat deze studio voor jou aanvoelt als jouw binnenzak. Ja, het is ik heb een kleine binnenzak, dus dit voelt zo aan. Ja, het is niet zo groot, maar het is wel gezellig. Is dit het type programma waarvan jij zegt, dit is nu echt helemaal mijn ding? Maar ik werk nu toch al een paar jaar in dit vak en ik ken een aantal mensen. Dus het is wel leuk als je daar dan wat nieuws en interessante dingen kan over vertellen iedere avond. En ik hou ook van het feit dat het iedere dag is, dat het meer een sprint is dan een marathon maken. Dus ik hou van korte, hevige inspanningen. Oké. Jo, hoe ben je eigenlijk mediawatcher geworden? Ik werd gebeld en of ik belangstelling had. En toen zei hij men, ja, want Rani de Koning presenteert wel het programma. Toen had ik zoiets van, ja, moet dat nu? Nee, dat was een plus om het programma te gaan doen. Ik kan me inbeelden dat, zoals je net zelf zegt, jouw jaar ervaring er wel iets toe doen. 15 jaar, als ik het goed heb, ja, of mag ik dat niet ja, zeggen? Maakt het dat eigenlijk makkelijker of net moeilijker om commentaar te leveren? Het maakt het makkelijker, omdat je natuurlijk bijna iedereen uit het vak persoonlijk kent. Dus je hebt een heel snel entree om mensen te bellen of mensen te contacteren om informatie te checken of dingen te weten die de meeste mensen niet weten. Het maakt het soms moeilijker, omdat je vaak ook meer weet dan de doorsnee journalist. En omdat je niet altijd kan of niet altijd wil die informatie delen met de kijker. En dat is soms moeilijk. Heb je soms ook zoiets van, oei, nu moet ik oppassen dat ik geen gevoelige snaar raak? Ik vind dat ik altijd moet oppassen. Ik vind altijd dat je moet respect hebben voor de mensen in hun privésfeer. Respect hebben voor dingen die gevoelig liggen. Respect hebben voor een heleboel dingen. Dus je moet constant uitkijken dat je niet mensen kwetst. Of dat je niet dingen zegt die je niet hoort te zeggen op televisie en zo. Maar aan de andere kant vind ik ook dat je niet flauw moet doen. En het is niet omdat we een televisieprogramma maken dat we minder mogen dan bijvoorbeeld een krant of een weekblad. Dus aan de andere kant wil ik ook niet te flauw doen. En zijn er ook wel eens BV's die echt boos worden? Er zijn af en toe BV's die boos worden. En dan proberen we dat een beetje te sussen. Dan proberen we dat uit te leggen waarom we dingen gedaan hebben. Maar vaak worden de BV's ook niet enkel boos om wat wij doen, maar gewoon om het feit dat het op de televisie te zien is. En vaak gaat het dan over iets wat ze met een stomme kop zelf gedaan hebben of zelf beslist hebben of wat gebeurd is. En wij berichten ook maar alleen maar de feiten wat er gebeurd is. Maar voor sommige mensen is het veel erger om iets te zien over zichzelf op de televisie dan dat in een krant te zien staan.